is. Dat vind je haast nergens. En u moet u voorstellen, van mensen die waren zo bang dat die zou neerstorten, dat ze daar beducht op waren op het geluid. Mijn vader zei, als het geluid stokte, dan stond je hart stil. En dat gaf aan van die V2's, en ik maakte een kabaal. Nou ja, alsof je op een meter naast een F-16 staat, of zo'n hem. Als dan het geluid stokte, dat betekende dat zo'n ding problemen kreeg. En dan ging hij ronddraaien, rondtollen. En je wist niet waar hij terecht kwam. En je zag hem wel gaan, maar waar moet je je schoon houden?